Jij kunt zeggen wat je wilt, ik geloof niet. Wat kon jij trouwens doen? Zie. Ja, hier naast ons Mathias Vergels, Lowieke uit Thuis. Ja, Thuis 20 jaar, proficiat. Ja, dank u. Ja. Ik heb daar niks mee te maken, maar ja, dank u. Ja, waar was jij op 23 december 1995? In 95? Ja, ja, de startdatum van Thuis. Wow, man. Ah, is dat al zo lang? Dat weet ik. Ik zou het niet weten. Waarschijnlijk in mijn bed. Ja. Ik weet het niet, ja. Hoe oud was je toen? Café zat ik nog niet, want ik was nog veel te klein. Ik was 3 jaar of zo. 3 jaar was ik toen. Ja, dat kan op café, maar misschien... Nee, dat kan niet. Misschien met mijn pa of zo, nee. Ja, nu dat je zo zegt, pa, hoe komt dat eigenlijk dat Lowieke altijd papa zegt? Papa, dat is een keuze die ik heb gemaakt, omdat een beetje... Ja... Bij mij in school, de bourgeoisie, die zeiden altijd papa en mama, die hebben dat gedaan. Dus ik dacht van ja, ik ga dat ook een keer doen. Hè. Wat is nu uit die 20 jaar, dat ga je misschien niet direct weten, maar wat is voor jou zo het meest memorabele thuismoment of de meest memorabele thuisscène? Er zijn er al zoveel geweest. Waarschijnlijk toen als ik de seizoensfinale, dat mijn pa zo hing met de strop rond zijn keel, dan, dat was heel memorabel. Ja, dat ga ik nooit niet vergeten. Toen als ik die daar zag hangen, dat was, allee, ik kon niet meer gewoon, dat was echt, ik begon te blijten en ik kon mijn tekst niet meer, ik kon niks niet meer doen. Ik was echt zo, ja, en dat heeft echt lang geduurd, dat heeft echt bijna gans die een draaidag geduurd dat ik aan het blijten was, ja. Je kwam er niet meer uit? Nee, het ging niet, Want zelf in mijn auto, ik reed naar huis, en ik zei, mama, papa. Misschien is dat dan de reden hoe dat komt, dat Lowieke zo goed voor hem zorgt, omdat je dat emotioneel zo sterk hebt beleefd? Ja, en ook omdat ze dat schrijven natuurlijk, hè. Ja. Dat is ook redelijk logisch, ja. Maar dat is toch mooi, hè, hoe dat Lowieke dat zo doet? Zou je dat zelf ook kunnen? Ja, ik denk het wel. Ik denk zelf... Allee, in het begin heeft hij zijn vader heel hard afgestoten en zo. Dat is iets dat ik niet... Allee, ik zou dat zelf niet kunnen. Maar ja, dat is Lowieke, hè. Ja, Lowieke is natuurlijk ook geëvolueerd toch van een heel dikke eikel tot een heel lief manneke. Welke Louis vind je nu zelf... Allee, lief, maar toch liever. Welke vind je zelf het leukste om te spelen? Ja, Lowieke is Lowieke, hè. Dat is niet... De Lowieke die slecht is of Lowieke die goed is. Lowieke is in C, denk ik, een hele goede kid, maar die gewoon zodanig veel heeft meegemaakt dat hij soms ja, een hele donkere kant heeft. En ik vind dat super tof om te spelen. Een kleutzak is altijd leuk om te spelen, ja. Maar om te zijn dan natuurlijk niet, hè. Ja, dat wil ik niet. Ik wil Lowieke zijn. Nee, waarom niet? Ja, die heeft geen man meer. Die zijn pas in een charret, alleen in een rolstoel. Ja, dat wil ik allemaal niet. Als Lowieke zo razend wordt, dan krijgen wij thuis meestal echt kippenvel dat wij denken van oké, Mathias die speelt gewoon het liefst van al gewoon zo'n kwade rol. Is dat zo? Of dat ik dat graag speel? Dat lijkt zo, omdat dat gewoon zo echt is altijd. Allee, merci, dat is... Nee, maar dan, wij krijgen echt schrik, zo die moment dat jij zo die scène had met Luc en dat die deur daar dicht vloog. Ja. Dat was een leuke scène om te spelen. Ik heb hem toen trouwens echt pijn gedaan, naar het schijnt. Oeh, echt waar? Hoe dat? Ik moest die... Allee, ja, dat was eigenlijk een scène die een beetje geïmproviseerd was. En we hebben dat ene keer gedaan en ik heb die toen... Ik was zo pist op hem, ik heb die zo hard geduwd. Dat er echt iets... Hij had iets voor aan zijn schouder of aan zijn polsen of zo. Oh nee. Ja, maar dat is tof om u een keer te laten gaan, snap je? Super tof. Ja. Je collega's pijn doen, super tof. De max. Meer van dat. Ja, dus eigenlijk de reden dat Luc in die rolstoel zit, is deels eigenlijk gewoon omdat jij te agressief was tijdens het filmen. Ah, voilà. Ja, en Louis heeft natuurlijk ook altijd hele leuke koosnaampjes voor Olivia, Olijfke en al die dingen. Komt dat van jou zelf of hoe komt dat? Ja, dat zijn dingen dat je... Ja, je mag dat vrij invullen, hè. Oh, echt? Ja. Bijvoorbeeld een Pol of zo, die doet dat ook constant. Dus ik dacht van ja, waarom niet? En dat is ook iets dat hem zo direct meer aaibaarheidsgeld geeft of zo. Allee, ik denk het, hè. Ja, en momenteel is Louis natuurlijk samen met Olivia. Maar stel nu dat dat toch gedaan zou zijn en jij mag zelf kiezen met wie dat je dan binnen thuis een relatie begint. Wie zou je denken? Lea Thijs. Echt waar? Wow. Waarom? Ja, gewoon, ik heb nog nooit zo'n klassevolle vrouw. Ik ben al nog nooit tegengekomen. En die is tegengoed. Ik ben daar echt, dat is een beetje mijn, ja, ik bedoel totaal niet iets erotisch of zo. Maar ik bedoel gewoon, qua actrice die is zo goed. En die is zo, ja, dat is gewoon een geweldige madame. Als ik daarmee moet praten, dan heb ik altijd zoiets van, ja, Lea. Iets wat dat thuiskijkers ook altijd gaan blijven onthouden is zo het moment dat we die rendiertattoo van Louis de eerste keer zagen. Worden over zo'n dingen gepraat met de productie? Over dat ding dus absoluut niet. Ineens stond dat daar? Ja, ineens stond dat daar, ja. Ik weet ook niet meer hoe dat precies gegaan is, maar ja, ik had dat ineens. En ja, dat was dan een scène dat ik in een Marcelleken of zo moest rondlopen. Ja, dat je uit bed kwam en dan ineens was die tattoo. Ja, dat was daar, ja. Sorry aan de productie, sorry. En mogen wij stiekem dromen van nog minstens 20 jaar Lowieke in Thuis? Ik weet het niet, Ik moet daar eens heel goed over nadenken. Ja. Oké, wij blijven gewoon keihard hopen van wel. Dankjewel, Mathias, en ja, tot snel. Of zo. Omdat een beetje, ja, bij mij in school, de bourgeoisie, die zeiden altijd papa en mama, die hebben dat gedaan. Dus ik dacht van ja, ik ga dat ook een keer doen, hè. Wat is nu uit die 20 jaar, dat ga je misschien niet direct weten, maar wat is voor jou zo het meest memorabele thuismoment of de meest memorabele thuisscène? Er zijn er al zoveel geweest. Waarschijnlijk toen als ik de seizoensfinale, dat mijn paso hing met de strop rond zijn keel, dan, dat was heel memorabel. Ja, dat ga ik nooit niet vergeten. Toen als ik die daar zag hangen, dat was, allee, ik kon niet meer gewoon, dat was echt... Merci, dat is... Nee, maar dan, wij krijgen echt schrik, zo die moment dat jij zo die scène had met Luc en dat die deur daar dicht vloog. Ja. Dat was een leuke scène om te spelen. Ik heb hem toen trouwens echt pijn gedaan, naar het schijnt. Oeh, echt waar? Hoe dat? Ja, ik moest die... Allee, ja, dat was eigenlijk een scène die ja, een beetje geïmproviseerd was. En we hebben dat ene keer gedaan en ik heb die toen, ik was zo pist op hem, ik heb die zo hard geduwd dat er echt iets voor aan zijn schouder of aan zijn polsen of zo. Oh nee. Ja, maar dat is tof om u een keer te laten gaan, snap je? Super tof. Ja. Je collega's pijn doen, super tof. De max. Meer van dat. Ja, dus eigenlijk de reden dat Luc in die rosso zit is deels eigenlijk gewoon omdat jij te agressief waart tijdens het filmen. Ah, voilà. Ja, en Louis heeft natuurlijk ook altijd hele leuke koosnaampjes voor Olivia. Louis! Hoe doe? Jij kunt zeggen wat je wilt, ik geloof hem. Wat kon jij trouwens doen? Zie. Ja, hiernaast was Mathias Vergels, Lowieke uit Thuis. Ja, Thuis 20 jaar, proficiat. Ja, dank u. Ja. Ik heb daar niks mee te maken, maar ja, dank u. Ja, waar was jij op 23 december 1995? In 95? Ja, de startdatum van Thuis. Wow, man. Ah, is dat al zo lang? Dat weet ik zou het niet weten. Waarschijnlijk in mijn bed. Ja. Ik weet het niet, ja. Hoe oud was je toen? Café zat ik nog niet, want ik was nog veel te klein. Ik was 3 jaar of zo. 3 jaar was ik toen. Ja, dat kan op café, maar misschien... Dat kan niet. Misschien met mijn pa of zo, nee. Ja, nee, dat je zo zegt. Pa, hoe komt dat eigenlijk dat Lowieke altijd papa zegt? Papa, dat is een keuze die ik heb gemaakt. Een eikel tot een heel lief manneke. Welke Louis vind je nu zelf, allee lief, maar toch liever, welke vind je zelf het leukste om te spelen? Ja, Lowieke is Lowieke, hè. Dus niet de Lowieke die slecht is of Lowieke die goed is. Lowieke is in C, denk ik, een hele goede kid, maar die gewoon zodanig veel heeft meegemaakt dat hij soms ja, een hele donkere kant heeft en ik vind dat super tof om te spelen. De kleurzak is altijd leuk om te spelen, ja. Maar om te zijn dan natuurlijk niet, hè. Ja, dat wil ik niet. Ik wil Lowieke zijn. Nee, waarom niet? Ja, die heeft geen man meer. Die zijn pas in een charret, alleen in een rolstoel. Ja, dat wil ik allemaal niet. Als Lowieke zo razend wordt, dan krijgen wij thuis meestal echt kippenvel. Dat wij denken van, oké, Mathias die speelt gewoon het liefst van al gewoon zo'n kwade rol. Is dat zo? Of dat ik dat graag speel? Dat lijkt zo, omdat dat gewoon zo echt is altijd. Ik begon te blijten en ik kon mijn tekst niet meer, ik kon niks niet meer doen. Ik was echt zo... Ja, en dat heeft echt lang geduurd. Dat heeft echt bijna gans die een draaidag geduurd dat ik aan het blijten was. Ja. Je kwam er niet meer uit? Nee, het ging niet. Want zelf in mijn auto, ik reed naar huis, ik... En ik zie mama, papa. Misschien is dat dan de reden hoe dat komt, dat Lowieke zo goed voor hem zorgt? Omdat je dat emotioneel zo sterk hebt beleefd? Ja, en ook omdat ze dat schrijven natuurlijk. Hè. Ja, dat is ook redelijk logisch. Ja. Maar dat is toch mooi hè, hoe dat Lowieke dat zo doet? Zou je dat zelf ook kunnen? Ja, ik denk het wel. Ik denk zelf... Allee, in het begin heeft hij zijn vader heel hard afgestoten en zo. Dat is iets dat ik niet... Allee, ik zou dat zelf niet kunnen. Maar ja, dat is Lowieke hè. Ja, Lowieke is natuurlijk ook geëvolueerd toch van een hele dikke...